Tussen Rijn en Wiericke. Een talkshow over lokale onderwerpen die ook u raken. Uw gastheer Henry Stoldijk. Dag, een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wiericke. Dus ook een nieuwe gast. En aan tafel zit Ed Jansen van de seniorenvereniging Reewijk. Dag meneer Jansen, hartelijk welkom in ons programma. Dank u. Ja. Een seniorenvereniging. Ja. Die naam hoor je niet heel veel. Dat hoor je niet veel, klopt. Wat is dat? Een seniorenvereniging. Het is eigenlijk een vereniging van vrijwilligers, door vrijwilligers, gericht op ouderen. Ja, de doelgroep dacht de ik doelgroep zal, is zal niet 50 min zijn, maar 50 plus, 55 De doelstelling plus. Heeft misschien wat meer aan. De doelstelling is... Wat is de leeftijdsgroep waar u meer? Wanneer ben je senior? Ja, dat is een ruim begrip. Vanaf 55 jaar hanteren wij ongeveer... Ik vind het een hele ruime... Dat is heel ruim en dat dateert ook van 40 jaar geleden. Dus. Ja, ja. Ja, dingen zijn veranderd. Maar dat is een beetje de grens die u hanteert. Dat je is moet... de ondergrens een beetje, ja. Ja. Dat dateert toch misschien uit een tijd dat 55-plussers al met de fut gingen en stopten met werken. Maar dat is wel duidelijk. Anders geworden. Dat is anders geworden, ja. Aan de ene kant helaas. Ja. Maar de doelstelling die we hebben is het organiseren van activiteiten... Voor deze doelgroep. Mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen. Om sociale contacten gewoon onderling te bevorderen. En eigenlijk de vereenzaming te voorkomen. Want dat klinkt allemaal mooi. Dan denk ik, Reewijk, vereenzaming. Mensen staan dicht bij elkaar. Maar ook in zo'n... Want u bent... Hoe oud is de vereniging? De vereniging is nu 40 jaar. Is 40 jaar? Ja. Dan denk je, 40 jaar geleden stonden de Reewijkers nog dichter bij elkaar. Ja. Was het dan wel nodig, zo'n vereniging? Kennelijk wel. Want er was echt de behoefte aan om een vereniging die activiteiten organiseerde. Ja. En echt meer in het amusementsfeer dan in de richting van informatieve zaken. Ja. En dat is heel goed merkbaar. Ja, maar dat zegt u. Maar wat voor soort activiteiten zijn het dan? Gaat u kaarten, biljarten, iets? We hebben twee soorten activiteiten. We hebben de vaste wekelijkse activiteiten die er zijn. En dat zijn vorm van clubjes. Kaartclub is er. Er is één keer in de week een soos. Waar mensen allerlei spelletjes doen met een stukje bingo erbij. Er is koersbal. Enfin, heel veel activiteiten die iedere week plaatsvinden. Ja. Want en hoeveel leden telt u een vereniging? Op dit moment hebben we ruim 600 leden. Ruim 600? En voor een gemeente van Reewijk is dat best veel. Ik vind dat heel veel. Ja, ja. Ja. Dan denk ik, waarom kiest u niet een wat vrolijke naam? Ik vind het zo wat. Ik ben lid van de seniorenvereniging. Dat is toch helemaal niet geinig? Ja. Kun je niet bij scoren, is niet cool bij je kleinkinderen, toch? Dat is een feit, maar het is gegroeid. Het is in het begin zelfs ouderenvereniging geweest. Dat was nog erger, dus daar hebben we seniorenvereniging van gemaakt. Het is een allesomvattende naam eigenlijk. Ja. En de mensen concentreren zich puur op alle activiteiten die er gebeuren. Want naast de wekelijkse activiteiten organiseren we ook heel veel, gemiddeld 2 keer per maand, zeker een bepaalde activiteit. Dat klinkt heel spannend, een bepaalde activiteit. Ja, om een voorbeeld te geven, we hebben net achter de rug het vieren van het Leidens Ontzet. En dan komen de mensen rond 5 uur de zaal binnen. Ze krijgen een hapje en een drankje. Uiteraard een maaltijd waar haring en wittebrood bij zit en een portie hutspot. Muzikale omlijsting is erbij. En tegen 9 uur gaat iedereen weer zijn weg. Mensen hebben een hele prettige avond. Het is vooral een sociaal elkaar komen. Het is een sociaal bij elkaar komen. En als u dan 600 leden heeft, en u heeft zo'n Leids Ontzet. Mm-hmm. Dat zal ergens begin oktober zijn, denk ik. Ja, dat is. Dat heeft met Leiden te maken. Klopt, ja. Ja. Haring en wittebrood. Ja. En hutspot, mm-hmm. Zei u al. Maar hoeveel mensen komen daar dan op af? Dan zit de zaal vol met 80 man ongeveer. Ja. Dus dat is een... En dat vindt u een goede opkomst? Dat is een... Best een goede opkomst. Maar in een dorp als Reewijk, het is dan Reewijkbrug of is het Reewijkdorp of is het allebei? Het is Reewijk. Alles bij elkaar. Ja. Slijpwijkers mogen ook lid worden bij u. Zeker. Ja, zeker. Ja. Daar zijn toch heel veel verenigingen. Daar is een vrouwengilde, daar is een, ik weet het allemaal niet, maar er is ontzettend veel. Ja, ja. Er wordt heel veel activiteiten al georganiseerd. Het is eigenlijk begonnen 40 jaar geleden vanuit het zorgcentrum wat er was. Dat daar behoefte was om... Drehaven, en Reehorst. Om daar activiteiten te doen. Ook dat was weer een financiële kant. Zorgpartners hadden daar geen geld voor in feite. Dus dat kwam allemaal op vrijwilligers neer. Ja. En dat is toen echt uitgegroeid tot een vereniging die daar de zorg voor draagt eigenlijk. Ja.
We maken ook heel dankbaar gebruik en werken goed samen met zorgpartners. Want daar zit expertise en kennis. Maar wat is dan wat zij bijdragen aan uw activiteit? De bijdrage aan onze activiteit is puur het beschikbaar stellen van ruimte. Dus het grote nieuwe dienstencentrum is er nu. Dat mag daar kunnen wij, dat huren wij. En dan huren we dat tegen een gereduceerd tarief. Wij zorgen met onze eigen vrijwilligers verder voor de hele verzorging van zo'n avond. Ja. En we zijn ook heel erg gelukkig met het grote aantal vrijwilligers dat er is. Mensen hebben tijd in uw vereniging? Mensen hebben tijd, hoewel als ik naar mijn eigen ervaring krijg toen ik stopte met werken en nog net even met vervroegd pensioen ging. Dat was sinds die nog, tijd ben ik drukker dan daarvoor bij gekeken. Ja, zeker. Hoe bent u erbij betrokken geraakt? Ik ben uiteindelijk gevraagd door de voorzitter om het stokje over te nemen. En ik vond het een hele leuke uitdaging. En heel dankbaar werk ook. Want als je een avond organiseert en mensen hebben het heerlijk naar de zin. En men verlaat de zaal en zegt, oh, het was fantastisch. Ja, dan is dat echt, heeft dat voldoening. Ja. Dan weet je waar je het voor doet. En dat is, is wel heel prettig. Ja. Hoeveel tijd kost het u? Ik hou het niet meer bij. Nee, het is een soort nieuw werk geworden voor u? Het is eigenlijk een nieuw soort werk geworden, want je bent bij veel dingen betrokken. Toen u voorzitter werd, toen stond Zorgpartner Z op het punt om te gaan verbouwen. Nou, dat had een hoop consequenties. Zoals? Een van de grootste consequenties zat op financieel gebied. Wij hadden een aantal vrijwilligers die oud papier verzamelden. Daar was bekend. Dat werd ruimte in, voor. In dat hokje daar beneden. Het was een bekende hok, ja. En dan kwamen 's morgens, ze vroegen man of 12, allemaal rond de leeftijd 75, 80. En die gingen keurig het papier sorteren. Ja. En wegbrengen. En daar kreeg men een fantastische opbrengst voor. En dan was een €35.000 per jaar. Kun je veel voor doen. En daar kun je heel veel voor doen, ja. Ja. Maar dat verdween. Alleen dat ging verdwijnen omdat Zorgpartners ging verbouwen. Dus de ruimte die verviel. Er kwam ook geen nieuwe ruimte voor in de nieuwe bouwplannen. En toen hebben we met overleg met de gemeente zijn we tot een nieuwe oplossing gekomen. In Reewijk heeft iedereen een blauwe container gekregen om papier in te verzamelen. En de partijen die voorheen oud papier inzamelde, dat was de scouting, de school de regenboog en de seniorenvereniging. Die mogen vrijwilligers aanleveren die met de vrachtauto meelopen om die containers te legen. En krijgen dan ook aan de aanleiding van de opbrengst, althans een deel van de opbrengst. En u krijgt nog steeds geld dus? En dan krijgen we via de gemeente geld. We hebben ook een garantieregeling dat we in ieder geval 4 cent per kilo ontvangen. Ja, en hoeveel geld levert dat nog op? En dat levert nu zo'n 8.500-9.000 euro per jaar. Veel minder dan vroeger. Dat is een behoorlijke aantallading. Ja, zeker. Ja. Maar dan gaan we even terug. U zegt, het functioneerde geweldig, zoals het was. Ja. Zorgpartners werkte mee samen. Die heeft misschien wel enig belang ook bij het onderhouden van een goed klimaat voor de senioren. Zeker, ja. Waarom komt er dan geen nieuwe ruimte? Het is een gelopen koers. We kijken terug naar het verleden, maar dat is toch raar op zichzelf? Aan één kant raar, want belangen zijn voor beide partijen. Zeker ook voor zorgpartners. Als je sociale contacten van ouderen onderhoudt en die vereenzaming voorkomt, dan, naar mijn mening, voorkom je ook ziektes en meer zorg die nodig zou moeten zijn. Financiële middelen breng je op gang die ook niet oninteressant waren. Ook dat, ja. En ook. Dat is gewoon heel, heel jammer dat dat niet gebeurd is. Maar waarom zegt zo'n zorgpartners dan van we doen het niet meer? Ik denk dat dat puur uit de omschakeling is dat zorgpartners nu veel zakelijker moet zijn. Ook gezien de situaties dat men financieel veel minder ontvangt als voorheen. In het verleden was het natuurlijk uit diverse wetgevingen bijdragers die werden gegeven voor zorg. Dat vervalt. En men is daar veel commerciëler aan denken. Ja. Vindt u dat verarming zelf? Ik vind dat zelf zeker een verarming. Met wat u eigenlijk beoogt. Ja, dat is zeker een verarming. Maar het is zo. Je kunt er niet tegen vechten. Nee, we kunnen er niet tegen ingaan. Want u zei ook dat u nog wel gebruik maakt van de ruimte van zorgpartner. Ja. En daar betaalt u huur voor? Daar betalen we huur voor. En daar zitten een aantal regels aan waar we aan één kant niet zo blij mee waren. Maar zoals? Dat betekent dat wij zelf niet meer voor de inkoop bijvoorbeeld kunnen zorgen. Als wij een avond organiseerden, wat ik straks zei, bijvoorbeeld een diner of een paasbrunch of wat dan ook. Dan gingen we zelf
met onze vrijwilligers op pad om de inkopen te doen. Ook een aardige bezigheid, denk ik, voor iedereen. Ja, zeker. Ja. Maar ja, ook dat zegt zorgpartners. En zorgpartners zeggen nee, wij willen die verantwoording niet dat als er iets misgaat met het eten wat daar genuttigd wordt, dat wij als zorgpartners daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik zie ook niet waarom ze daarvoor verantwoordelijk zijn. Nee, maar dat. Ik zie het zelf ook niet zo. Maar zo gaat het. U moet zich daarbij neerleggen. We hebben ons bij neer te leggen. Maar het is allemaal zo in tegenspraak met wat u, nogmaals, we zeiden het al eerder, beoogt met uw vereniging. Met elkaar dingen doen, maar u wordt in een keurslijf gegoten. We worden gedwongen bepaalde stappen te moeten nemen. Ja. En toch zegt echt het Jansen dan, ik vind het nog steeds leuk genoeg om voorzitter te zeker blijven. Zeker, ja, want daar zit ook de uitdaging om te zorgen dat dat gewoon voortgezet kan worden. Ja. Er wordt vaak gezegd van ja, wij vragen vaak een kleine bijdrage als we iets eenmalig organiseren. En dat varieert van 3 tot 6 euro. En dan krijgen de mensen een hapje en een drankje voor. Dat is ook niet te veel. Dus dat is echt niet te veel. En dat kunnen we sponsoren sowieso uit het opbrengst van het oud papier. Maar goed, wij moeten wat zuiniger worden wat dat betreft. En dan wordt zorgpartners die zegt dan makkelijk van ja, maar die prijzen zijn te laag. Dan moet je maar meer gaan vragen. Maar als we kijken hoe op dit moment met ouderen en de afgelopen 5-6 jaar pensioenen, die zijn allemaal bevroren geweest. Ja. Komt nu eindelijk een klein beetje een schot weer in dat indexatie meegaat. Maar als we kijken naar de miljoenennota bijvoorbeeld, iedereen gaat erop vooruit volgend jaar, wordt en zegt, behalve de ouderen. Ja. En daar wordt heel makkelijk over gedacht. Ja. Dat is jammer. Je moet het ergens halen, zeg maar. Je moet het ergens halen, zeg maar. Ja. En die ouderen, maar goed, dat is niet leuk. Nee. Merkt u dat de belangstelling terugloopt? Nee. Nee, en bedoel ik vooral belangstelling komt voort uit behoefte. Mm-hmm. Er is nog steeds een grote behoefte aan de activiteit. Er is een grote behoefte aan de activiteit, duidelijk. Als wij wat organiseren en ook met de clubjes, daar zien we toch een bepaalde groei in. Het heeft een poosje stilgestaan, omdat we tijdens de verbouwing was er natuurlijk geen zaal beschikbaar. Er gebeurde weinig. Hè? En dan hebben we met de gemeente ook weer een deal kunnen sluiten dat een van de leegstaande scholen hebben we met een heleboel vrijwilligers omgebouwd tot een grote zaal. En daar hebben we onze activiteiten voor kunnen zetten. En dus dat was ook alweer prettig. Dat was bijzonder prettig. Dan zie je wel prettig de kracht van vrijwilligers. Zeker, ja. En daar mocht u wel zelf koken? En daar konden we zelf koken. Ja, waarom zeker bent u daar niet lekker gebleven dan? Ja, die scholen worden afgebroken, dus we mogen daar niet meer in. Dat is een zonde. Dat is allemaal dingen, hè? Ja, dat hebben we mee te maken. Maar u vertelt wel eigenlijk tussen de regels door dat het keurslijf steeds strakker wordt. Ja, je bent meer gebonden aan regels. Dus ja, je moet toch gaan kijken hoe je dingen op gaat lossen. Ja. Gaat dat in de toekomst nog iets betekenen voor de vereniging, denkt u? Ik denk dat dat redelijk mee zal vallen. We hebben mogelijkheden voldoende. We hebben ook een gesprek gehad met zorgpartners waarin we aangegeven hebben van ja, wij zijn een zelfstandige vereniging. Mochten jullie uit de markt prijzen door te hoge kosten gaan door te belasten, dan zijn er wel andere mogelijkheden binnen Reewijk om onderdak te vinden. Af en toe met de vuist op tafel slaan bij de lui, hè? Dat zou wel moeten, ja. Dus wat dat betreft hebben we ook duidelijk een signaal afgegeven van wij accepteren niet alles. En nee, wij kijken waar we het meest gunstig uit maar kunnen komen. U praat met boekhouders, als ik het zo voel. Je praat met mensen uit de zorg. En ik kom zelf uit het bedrijfsleven, altijd manager geweest. En daar voel je het verschil. Ja. En dat is weer aan de andere kant weer de uitdaging. Ja. Ja, het is wat het is. U moet ermee dealen. Ja. Even door naar de vereniging. 600 mm-hmm. leden. De seniorenvereniging begon vroeger bij 55 plus. Als ik u goed luister. Ja. Loopt de leeftijd nu sterk op? Of krijgt u nog steeds 55-plussers die zeggen, nou wil ik erbij? Het is merkbaar dat de pensioenleeftijd ook verandert. Dus de ondergrens stijgt iets eigenlijk. Ja. Maar ja, in ledenaantal, het blijft steeds groeien. Ja. Dat zeker, ja. Maar de echte ondergrens, nee, dat gaat omhoog. Ja. We sluiten af. Maar één vraag vind ik nog interessant. Zijn er meer van dit soort verenigingen in andere gemeenten? Is er een soort club van seniorenverenigingen? Of is het typisch Reewijk? Het is typisch Reewijk. In andere gemeentes wordt het vaak ondersteund door de gemeente in sociaal verband. En hier is de kracht. En hier is de kracht puur vrijwilligerswerk. En dat is ook mijn enige zorg voor de toekomst. Of we voldoende vrijwilligers houden. Want mensen worden gaan later met pensioen. En zijn dan eigenlijk in een fase dat ze zeggen, nou, ik wil nu genieten van het leven. Ja. En daarvoor hebben ze dat nooit gedaan. Hè? Daarvoor hebben ze het ook nooit gedaan. Nee. Dus dat zijn van die dingen. Dat is wel wat. En als de bureaucratie maar een beetje wegblijft, toch? Dat zou helemaal fijn dat zou zijn. Om inzien dat het nuttig is ook. Om mensen goed 600 mensen, het spreekt voor zichzelf. Ja. Hartelijk dank, meneer Jansen.
En u zag opnieuw een van de vrijwilligers die onze gemeente zo leuk houden. Bedankt voor het kijken. Wij zien u volgende week terug bij een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wierike. Tot ziens. Wie zijn er de volgende keer te gast in Tussen Rijn en Wierike? Neemt u de uitnodiging aan en zit u binnenkort bij ons aan tafel? U ziet het allemaal in een volgende aflevering van Tussen Rijn en Wierike bij TV Bodegraven.